Ja, goedemorgen. Dag 2, ik ben wakker. Oh, het licht. Ik ga de Jos buiten steken daar. Die wil buiten. 'S morgens vroeg is dat eerst dat hij wil. Meestal komt hem zelf, het is maar omdat het regent heel de nacht en wat koud is, dat hem binnenkomt. Meestal komt hem zelf s'nachts niet binnen, dan gaat hem gaan jagen. Ah ja, een PMD, ik moet vandaag ook in de zorg. Zo rap gaat dat. Ik moet vandaag de PMD ook buiten zetten, ze staat al klaar. Ik ga ondertussen koffie zetten. Nu dat ik nog koffie heb. Ja, Alisa, de hond, die slaapt nog. Die ga ik ook niet wakker maken. Als ik al snel iets ontbijten en dan aanmelden voor mijn werk. Ja, ik ben nog niet weg, maar het is nog maar middag. Ze geven subiet al regen. Het vervelende aan die... dat is een koffiezet. Het vervelende aan die meldingen is eigenlijk dat er niet bij staat. Er staat alleen op dat uur verwacht ze regen. Er staat niet bij hoe lang dat gaat duren. Ik heb gisteren mijn Xbox. Ik denk dat ik alle spellen dat ik nog niet had wel al geïnstalleerd heb nu. En ik heb gisteren ook een beetje Cyberpunk 2077, zeker wat is het hier? Die heb ik onder andere geïnstalleerd. Oh, focus. Op het hele spel ziet er goed uit. Ondanks al de kritiek dat dat spel gekregen heeft omwille van de vele bugs. Nu ga ik mijn PlayStation nog klaarzetten, maar ik denk dat ik ga mijn controllers, oh, dat zijn de verkeerde. Ik ga mijn controllers moeten opladen, denk ik. Ik zit onder het stof. Maar ik ga dat al voorbereiden voor als ik subiet weg ben. Normaal ga ik vandaag die jas gaan halen. Er zit ook wel nog stroom op. Daar moet ik nog wel eigenlijk wat spellen van installeren. Division heb ik nog nooit geïnstalleerd. GTA heb ik op de PS4 ook nog niet geïnstalleerd, wel op de andere, op de PS3. God of War moet ik ook nog altijd installeren. De bovenste hier die heb ik al gespeeld. Het zijn vooral die onderste. Amai, het is wel echt weer zo'n trieste weer als gisteren. De keuken staat er al wat properder bij. Nu ga ik hier even dat hier. Dat is voor bij de kippen. Mijn laarzen dan dat even weg. Ik heb al gekeken, dus ik ga vandaag een regenjas gaan halen. Bij RAD. Ik heb al een keer gekeken, maar ze hebben 5 of 4 modellen in totaal, zoiets. Maar er is eigenlijk maar 1 model waarvan dan ze alle maten hebben op dit moment. En dat is het goedkoopste model van Modeca. Het goedkoopste model ga ik nu aan die kopen, denk ik. En dan is er nog 1 model waar dat ze op een paar vestigingen een paar maat van hebben. Maar de meeste modellen hebben ze gewoon nergens voorraad. Dus ja, ik weet nog niet wat ik het ga doen. Het kan zijn dat ik gewoon die goedkope maat pas en op basis van de pasvorm daarvan dan dus noods online iets bestellen dat wel op voorraad is. We zullen nog zien. Maar ze hebben nu ook mega korting bij RAD daarmee. Ja, wacht eens, Alisa, om mijn poten afkuisen. Lekker gras. Ik zit daar eentje te wachten. Ik zit precies wel niet graag op een zinschouw. Nu ga ik nog heel snel even een video maken over mijn GoPro-instellingen dat ik gebruik. Er zijn een paar instellingen voor GoPro die zo heel specifiek zijn. Ik ga die gewoon snel even overlopen. De eerste stap is hem even losmaken. Ik zal ondertussen nog de lens proberen maken. Ja, we zijn weg. Ik ben benieuwd aan het dorp hoe hoog dat water gaat staan.
Het was gisteren al hoog en we waren, het heeft nog geregend vannacht en vanmiddag en zo, ja. Het zal hoog staan. Ik ga die kant op, want daar schijnt de zon. Ja, de zon is veel, zeg. Er zijn geen regenwolken daar. Hier stond gisteren ook al onder water, grotendeels. Het is precies al minder. Hier aan de watermolen stond het gisteren super hoog. Het is al aan het zakken. Ja, nog snel, ik ben bijna in Gent. Nog een kleine impressie van wat voor weer dat ik naar Gent gereden ben. Ja, het is eigenlijk al heel tijd zo. Volgens mij ben ik ben in grijze wolken vertrokken en volgens mij zijn die gewoon mee opgeschoven naar hier. Wat een kut weer, echt. En vergeet die truc van die shampoo, het werkt niet. Het enige positieve dat ik zie is dat ik nu wel extra gemotiveerd ben om een regenjas te vinden. Hier moet ik er ergens af. We gaan boven. Ja, en daarbinnen heb ik dan, ja, ik was volledig doorweekt natuurlijk, maar ik heb daarbinnen dan de paar modellen dan zaten, zat eigenlijk maar 4 modellen of zo. De goedkoopste was het niet, dat zag er mij niet interessant uit. En dan, dit was al een duurdere van bijna 100 euro. En hier deze, dat was denk ik het interessantste van 50 of 60 euro van IXS. Dat is ook een goedkoop merk, hè, maar dat zag er nog wel goed uit. Dat is niet een duurder, nee. Maar eigenlijk, het waren of zwarte, of zwart met daar een beetje fluo, of hetgeen dat je hier dan nog opzij ziet, volledig fluo. En dat was die hele goedkope, wat ik niet zag zitten. Die had geen velcro aan de mouwen en zo, dat was puur met rekkers. Ik ben dan gewoon nog met lege handen naar huis gegaan ook. Het waren alleen maar zwarte of fluo, dus ik ga denk ik online een blauwe bestellen ofzo. Ik ga nog mijn handschoenen ruilen voor de droge. Oef, ben thuis, maar ik ben volledig doorweekt. Mijn motorfiets is ook helemaal nat. Alles is nat. Nat. Ik heb echt gewoon, ik heb misschien 10 minuten. Dankjewel. Ik heb echt misschien 10 minuten droog weer gehad en al de rest was gewoon... door de regen, maar echt ook gietende regen. Het was echt nat. Ik ga hem even laten uitlekken en dan inplunnen. Hier, deze heeft hier iets dat water in. Er zijn ze van die hoezen over. Ik heb deze hoes er net afgehaald en kijk. Ik ga hem even hier uitkappen. En dat is de tour dat ik gereden heb. Langs de 60 naar Gent. Naar Drongen. Ik ben gewoon langs de 60 teruggereden, want die weg ken ik en de zichtbaarheid was zodanig slecht dat ik geen andere routes heb durven nemen. Als het mooi weer is, zou ik perfect over hier over Brakel of zo kunnen rijden. Veel mooiere baantjes, maar niet vandaag.
Alles ligt te drogen op de vloerverwarming. Hopelijk morgen warmer weer, hè.